21 november wordt hier in de Weijerzaal in de Weijer in Boksmeer een Salon Klassiek georganiseerd. Roel Vragen, kun jij vertellen wat Salon Klassiek nou precies is? Ja, een Salon Klassiek wordt een hele luchtige zondagmiddag vol lichte klassieke muziek. In de stijl van de vroegere salons, toen mensen op zondagmiddag lekker naar een salon gingen om thee te drinken. En er een orkestje zat, een ensemble dat muziek maakte. Tegenwoordig zou er een DJ of een band neerzetten, maar dat was natuurlijk in 1700 of 1800 heel wat anders. En in die sfeer gaan we nu Salon Klassiek doen. Dus hier in de prachtige Weijerzaal nodig ik een aantal gasten uit die met mij muziek komen maken. En de bedoeling is dat mensen hier lekker kunnen zitten aan tafeltjes, koffie, thee of een wijntje of iets te drinken erbij. En zo willen we er een leuke zondagmiddag van maken. Ja, en je hebt zelf een dwarsfluit vast. Welke andere instrumenten gaan we hier nog allemaal zien? Ik ga inderdaad zwarte fluit spelen. Dan heb ik een pianiste uitgenodigd, Von Reinders. En die gaat hier piano spelen en begeleiden. Mirte van den Burgt uit Overloon, is een jong talent, speelt horen, komt spelen. En ik heb Truus van den Kronenberg, Marloes Lammerts en Toon Witloks. Die komen zingen. En samen met hen zal ik een aantal hele mooie dingen van onder andere Mozart gaan zingen. Het is niet de bedoeling dat hier alleen muziek geluisterd wordt. De mensen moeten het vooral gezellig kunnen hebben. Ja. En er wordt ook echt verhalen verteld tussendoor. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, ik ga in ieder geval de muziek toelichten. Misschien kennen mensen het programma Tiende van Tijl op tv. In die trant een beetje wil ik proberen de muziek toe te lichten. Dus met leuke anekdotes, wat verhalen over componisten, over de stukken die er te beluisteren zijn. Het moet vooral een ongedwongen sfeer, niet te concertrig, als ik het zo mag zeggen, zou het moeten worden. Mensen gewoon lekker een beetje meer weten over de muziek die ze horen. En hoeveel mensen kunnen hier in de zaal aanwezig zijn? Er is ruimte voor ongeveer 70 mensen, omdat we dus niet werken met rijen, maar met tafeltjes en stoelen. Dus als mensen erbij willen zijn, moeten ze niet te lang wachten met reserveren, want vol is vol. En waar kunnen zij terecht voor kaartjes? Ze kunnen terecht op de site van De Weijer, www.deweijer.nl. En dan moeten ze even bij de theateragenda kijken. 22 november is het te doen hier, om 3 uur. Entree is €12,50. En ze kunnen ook bellen naar 0485574919. En voor wie is deze dag nou precies bedoeld? Ja, eigenlijk voor iedereen die een hele fijne zondagmiddag wil hebben, met fijne muziek. Vooral geen zware klassieke muziek, maar lichte klassieke muziek. Ja, van jong tot oud, liefst natuurlijk ook jong publiek, dat zou ik natuurlijk heel fijn vinden. Maar ja, nee, voor mensen die zin hebben in een mooie zondagmiddag met mooie, vooral mooie muziek en ook wat leuke verhalen die bij die muziek horen.